Dit is Skylines Zomercarousel met reportages, achtergronden en veel meer. De zomer vier je samen met Skyline. Zomercarousel. De A staat zondag 27 augustus in het teken van literatuur. Echter niet alleen in Veghel. Ja, ik ga het richting Heeswerd-Hinteren, want ja, zo is de route nu eenmaal. En, het is een unieke route, want het kan maar één keer per jaar en dat is nu, hè, tijdens het verhaal. Normaal is het hele route niet toegankelijk. Je kunt vanuit Veghel, vanaf de Biep, de Aabroek in. En dan lopen we onder de A50 door. Dat wordt door de waterschap wordt dat toegankelijk gemaakt. En dan lopen we tot aan de Killongse Molen. Voor liefhebbers kunnen ook weer teruglopen, maar we hebben ook busjes en mensen kunnen, er is een fluisterboot, je kunt zelfs kano, maar je kunt met een busje weer terug. Dus het is een unieke kans om dit hele prachtige gebied een keer te zien. En daarom worden er tal van activiteiten georganiseerd rondom de A. Het wordt een heel verrassende dag. Het begint s'morgens om 11 uur en het duurt tot een uur of 7. En de hele dag door is er van alles te doen. Zowel op verschillende plekken als langs de route tussen Veghel en Heeswijk-Dinter. En er zijn een aantal programmapunten, een activiteiten, acts, optredens. Maar je wordt ook verrast langs de route. Dus er staan mensen complimentjes uit te delen. Je kunt poëzie afhalen bij een kiosk. Je kunt onderweg verrast worden eigenlijk. Dat is het allerleukste. In 2015 vond de eerste editie plaats van het verhaal. Het idee is 2 jaar geleden ontstaan. De kunstgroep De Compagnie en de Bernhezer Kunstkring die hadden samen het idee van het zou leuk zijn als we iets kunnen doen. Wat verbindt ons nou tussen Veghel en Bernhezen? Nou, dat was kunst. En zou het niet mooi zijn om samen een festival te organiseren? Nou, zo is dat ontstaan, 2 jaar terug. Bezoekers waren toen al positief over het concept. Nou, groot succes. Dat is de reden dat we het gaan herhalen. Het was wel zo dat het die dag, de zaterdag ervoor, heel hard regende. Het was echt alles zompig. En de dag daarna was het zo heet dat het bijna niet te doen was om te wandelen. Plus dat het toen nog 10 kilometer was. Toen liepen we nog vanaf de Biep hier naar het kasteel in Heeswijk. Dat was wel heel erg ver, zeker met dat weer. Dat hebben we besloten dat nu te halveren, zodat we iedereen beter de stappen happen. En dan kunnen we ook zelf die 5 kilometer nog beter aankleden. Starten kan vanaf 11 uur bij de bibliotheek in Veghel. Je kan de route ook andersom lopen, maar je kan hem ook varen. Je kan een kano huren of je kan met een fluisterboot. Er rijden ook busjes als je niet zo mobiel bent om het hele stuk heen en weer te lopen. En het makkelijkste is om inderdaad bij de bibliotheek of bij de Killongse Molen te starten. Maar als je daar geen zin in hebt, dan kun je ook halverwege de route opzoeken. De A is de rode draad, dus dan moet je op zoek naar het water. Voor de dag zijn vele vrijwilligers in touw, maar helpende handjes zijn altijd nog welkom. We hebben inderdaad nog heel veel handjes nodig. Nou ja, heel veel dingen gaan gelukkig vanzelf. Het wandelen doe je in je eentje, de kunstenaars staan er. Maar het is vooral op de zaterdag dingen klaarzetten. Dus we kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken. Als mensen zeggen, dan gaan we een handje helpen, dan is het heel erg welkom. De informatie staat op www.hetverhaal.nu. En in de Stadskrant komt nog informatie en op Facebook en op Twitter. Belooft een mooie dag te worden en Meike weet wel waarom je naar het verhaal moet komen. Omdat je graag verrast wil worden door een heel erg mooi programma. Omdat je gave schrijvers wilt zien, zoals bijvoorbeeld Pepijn Lanen van de Jeugd van Tegenwoordig, of Ellen Dekwiets, of Bart Chabot. En omdat je van de natuur houdt en het leuk vindt om daar eens op een andere manier naar te kijken. Go!
Dit is Skylines Zomercarousel met reportages, achtergronden en veel meer. De zomer vier je samen met Skyline. Zomercarousel.